Het zingen van het nationaal volkslied heeft te maken met vitalisering van onze democratie en het vergroten van het nationaal gevoel bij alle Surinamers. Het heeft te maken met solidariteit en een sterke onderlinge verbondenheid. Eerste luitenant Sham Manising van het Surinaams Nationaal Leger is al enige tijd bezig de samenleving meer begrip en besef over de vlag en het nationaal volkslied bij te brengen. Het zingen van het nationaal volkslied heeft te maken met vitalisering van onze democratie en het vergroten van het nationaal gevoel bij alle Surinamers. Het heeft te maken met solidariteit en een sterke onderlinge verbondenheid. Tal van scholen hebben mij uitgenodigd, waaronder OS Latour 1 en 2, OS Hockey 1 en 2, Mulo Hockey, LBO Hockey, Veritas School, Herman Jozef School. Kortom, een initiatief van jongeren Latour, onder leiding van de heer Missijan, mevrouw Saskia Bayon en mevrouw Mirjam Landveld. En zo'n initiatief heb ik alle medewerking en ondersteuning verleend om informatie te geven over de vlag en het nationaal volkslied hier in Suriname. Alle leerlingen, elke staatsburger dient het volkslied te zingen. Het is verplicht omdat het een grote inspiratie is voor alle leerlingen, alle inwoners hier in Suriname. Als we kijken naar de kleuren van de Surinaamse vlag, dan zien we dat het grote inspiratie is voor ons. Het heeft een grote emotionele waarde voor alle leerlingen, alle inwoners hier in Suriname. De groene kleur geeft aan dat er vooruitgang mogelijk is in Suriname, vanwege nog vele mogelijkheden. Toch zijn er mensen die stellen dat het niet verplicht is het volkslied te zingen, dat er geen vooruitgang mogelijk is in Suriname. Dat is allemaal schromelijk overdreven en tendentieus. Het is verplicht, het is een grote inspiratie voor land en volk. Ten meer als we kijken naar historische gebeurtenissen en toekomstige ontwikkelingen voor Suriname. Bij het zingen van het volkslied dienen alle mensen, zonder aanzien des persoons, eerbiedig te staan voor de vlag. Eerbiedig te staan, hielen bij elkaar, armen gestrekt langs het lichaam. En zo staan we dus eerbiedig voor de Surinaamse vlag. Het nationaal volkslied wordt met enthousiasme gezongen. Met enthousiasme als we kijken naar topspelers in de wereld. Cristiano Ronaldo, Messi. Dan zijn het mensen die kaarsrecht staan en soms met hun rechterhand over hun linkerborst vaderlandsliefde aanduiden. Please.